ruim een eeuw geleden alweer opende Van der Assem zijn allereerste winkel in het hart van Rotterdam. Nou, inmiddels is het schoenenimperium wel uitgegroeid tot een begrip in heel Nederland. Vandaag mag ik praten met drie generaties over hun liefde voor het vak en hun liefde voor elkaar. Ja, meneer Van der Assem, u bent van de tweede generatie Van der Assem. Ja. Kunt u ons eens kort terugnemen naar de oorsprong van uw bedrijf? De oorsprong was mijn vader, die als 20-jarige jongen uit Kaatsheuvel hier in Rotterdam met zijn broer samen een schoenenzaak begon. Later splitste, omdat hij toch naar een ander genre wilde dan mijn oom. En uiteindelijk is hij op de Binnenweg terechtgekomen, Nieuwe Binnenweg, waar ik op mijn 21ste jaar in de zaak ben gekomen. Wat waren voor uw vader vooral belangrijke waarden in zijn winkel? Degelijkheid, service ten opzichte van de klanten. Hy was niet gericht op trendy shoes, maar het was voor hem de bedoeling om de klant schoenen te verkopen waar ze zich zeer comfortabel in voelden. Ja, want gaandeweg is natuurlijk het tijdsbeeld enorm veranderd. Ja. Dus je ging van comfort naar meer trendy. Ja. Weet u nog wanneer ongeveer dat keerpunt kwam? Nadat ik in de zaak ben gekomen, heb ik geprobeerd, omdat ik op de buitenlandse beurzen zag ik schoenwerk wat ik graag wilde verkopen, wat wel degelijk paste in onze zaak. Zeker toen wij de zaken bijnamen in de Aard van Estraat, Hoek Lijnbaan, toen hadden we de mogelijkheid om daar meer trendy schoenen te verkopen. Komt het succes vooral voort uit het passie voor het vak? Of heeft de warmte van jullie familie onderling daar ook mee te maken? Beide. Dit is de passie van het vak, moet je hebben om gemotiveerd te zijn. En daarnaast is ja de liefde voor het schoenwerk en de samenhorigheid van de familie onder elkaar om dit te presteren. Leo, nou heb ik begrepen dat de liefde voor de schoen er eerder in zat bij Berry dan bij jou. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Absoluut. Mijn moeder is van de binnenvaart, van de scheepvaart. En ik wilde graag iets in de haven gaan doen. Maar het is toch anders gelopen. En later toch in de schoenen gerold. En daar was de liefde wel snel gevonden. Om samen met je broer iets moois op te zetten. Hoe vullen jullie elkaar vooral aan? Vooral mijn broer is zeer creatief, ondernemend. Ik ben wat behoudender in daar. Ik ben wat kritischer. En op die manier hebben we elkaar daarin weten te versterken. Hoe vind je het dat nu je neef ook een aandeel heeft in het bedrijf? Ja, dat vind ik geweldig. En de passie en vooral de enthousiasme die hij heeft. Ja, dat geeft gewoon weer een heerlijk gevoel om iemand om je heen te hebben. Ja, Joep, ben jij de nieuwe trendsetter van de familie? Ik denk het wel, ja. Op welke leeftijd ben jij in het bedrijf gestart? Ik ben op mijn 16e-jarige leeftijd begonnen in een magazijn. Ik moest van mijn vader onderop beginnen. En de jaren daarna heb ik in het weekend geholpen op de shoeclub. En 2-3 jaar daarna moest ik in de herenwinkel werken in Rotterdam aan de Aard van Estraat. En nu werk ik in de dameswinkel. Je ziet in de shoeclub bijvoorbeeld dat er ook DJ's in de winkel worden gezet. Klopt. Is dat iets wat we in de toekomst veel meer gaan zien? Ik denk het wel. In de toekomst gaan we veel meer DJ's, veel meer evenementen zien in de winkels. En ik denk dat daar onze kracht in zit. Echt inspelen op beleving van de klant. Ja, beleving. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Heren, ik wil jullie bedanken dat ik vandaag een inkijkje heb gekregen in de traditie van jullie familiebedrijf. Nou zit Berry van der Assem aan tafel bij Kevin. Wat maakt u als vader nou zo trots op deze man? Ik ben natuurlijk verschrikkelijk trots op Berry. Dat hij als derde generatie de zaak zo opgebouwd heeft van wat het nu is. Nogmaals hartelijk bedankt. En wij gaan in de studio nog een stukje verder praten. Heel graag gedaan. Wat heb je nog niet gezien? Nee, je had het nog niet gezien. Ja, de woorden van je vader, Berry. Ja. Het lijkt me een hele lieve man. Of is hij ook soms ook heel streng? Kan die streng zijn? Hij was streng. Hij was streng. Het rauwe randje. Vanuit zijn passie was die, was die gewoon straight. En, ja. Wat wel heel prettig is, dat je op een gegeven moment dan de vrijheid krijgt om je ding te gaan doen in het bedrijf. Ja. En dat is goed geweest. Ja. Maar dat is wel heel mooi groot opgebouwd dan. Ja. Hij is weggegaan toen met twee winkels? We hadden twee winkels toen, ja. Ja, dat is wel fantastisch dan. Ja.